Hallo mijn zoekers, je kijkt naar een gloednieuwe video. Ik ben Daan. Ik ben Luc. En vandaag gaan we een beetje kloten. Let's go. Oké, mensen, we gaan nu verstoppertje doen. En ik en Daan gaan nu steenpapier schaar. De verliezer moet als eerst zoeken. Ja. Oké. Steenpapier schaar. Ja, Luc. Ik moet eerst zoeken. Oké, mensen. Ik ga nou tellen. Ik ga nou stoppen. Je hebt een bosjes. Je kan denk ik best wel in zitten hoor. Oké, mensen. Ik heb tot 30 geteld. We gaan nu Daan zoeken. Oké, mensen. Ik ben nou een boesboesman geworden. Zo ziet. Ik ga even kijken wat de buitenkant is. Leuk nou dat ik ook aankom. Hij weet dat ik al deze kant op kom. Dus ik moet wel eigenlijk wel een beetje stil zijn. Ik ben echt gewoon een boesboesman. Ik denk ik toch iets meer eigenlijk nog gaan bukken. Oké, mensen. Daan appte mij net dat ik hem voorbij ben gelopen. En hij appte mij in deze straat hier. Oké, mensen, ik ben even uitgegaan. Ik heb heel veel pijn in mijn benen. Dus het zit daar echt niet lekker. Kijk, ik zat net hier. Maar ik ga snel naar de plekken snel lopen waar wij gaan buiten. Of daar waar ik ga er nou even zitten. Ik kan er echt niet fijn zitten. Dus ik ga even kijken als ik Luc zie. En dan ga ik hem weer filmen. Mensen. Ik zie hem. Gast, waar zat jij? Gast, ik kon jou echt niet vinden. Achter, daar waar al die hoge planten waren. Nee. Ja, daar, dat had ik. Kijk. Hier ben ik letterlijk zo lang. Ja, kom mee. Ik zat helemaal hier. Wacht. Kijk. Hier zat ik. Nee. Hier heb ik gezeten. Hier zat ik. Kijk, hier. Kijk, mensen, ik ben hier dus langs gelopen. Ja, hier lief Luc dus. En ik hoorde jou. Oh Luc, jij had nog eens aan de zijkant zitten. Dikke stront. Kijk Luc, kijk, ik hoorde jou hier. Dus ik zat echt helemaal hier. Ik zat echt helemaal hier. Oké, mensen. Nu ga ik tellen. Ja. Wow. Oké, mensen. Ik ga nou tellen. En ik ga nu verstoppen. Ik heb 30 seconden om te verstoppen. Oké, jongens. Ik ga dit keer ga ik niet spieken. Net als toen met Jens. Oké, ik ga nou tellen. Let's go. Oké, mensen. Ik mag komen. De tijd is om. Ik ga nou Luc zoeken. Mensen, ik ga nu een verstopplek zoeken. Ik weet alleen nog niet echt waar ik ga zitten. Ik probeer dadelijk wel te filmen of ik Daan langs zie lopen, maar... Ja. Jongens, Luc. Hij kan overal zitten. Hij is echt gewoon zo'n kerel. Die gaat overal zitten. Oké, mensen, ik zit dus nu hier in de struiken en ik hoop dat Daan mij niet gaat vinden nu. Het zou gewoon een goede plek kunnen zijn, maar ik heb eigenlijk wel zo vermoed dat hij niet eigenlijk zou zitten. Oké, mensen, ik ga proberen als Daan langskomt te filmen, maar ik weet niet of het lukt, want ik zit hier een beetje vast in de bosjes. Ja. Hé, hey, jongen, kijk eens wie er staat. Het is Luc. Ik sta dus 1 seconde op om te kijken of ik Daan ergens kan zien. En kijk eens wie hier aankomt lopen. Hallo mensen. Daan. Oh mijn god, ik had dat echt niet gezien. Ik wou eigenlijk. Ik was net wel achter aan het kijken of dat je Daan hier in de struiken zat. Ja, nou ik zat dus hier en ik probeerde dus te kijken of ik jou ergens kon zien. Of ik jou dan kon filmen, zodat de kijkers konden zien waar jij liep. Nou, ik sta dus die 1 seconde op. En jij loopt hier. Nou, kijk eens. Ik stond dus helemaal hier.
in de bosjes zat ik hier zo. En ik sta hier 1 seconde op om te kijken waar Daan is en dan loopt hij daar. Oké mensen, we gaan weer snel een altwedstrijd doen of niet, Luc? Ja. Oké mensen, we gaan nou altijd 3, 2, 1. Ik moet lachen. Ik heb hem. Jij zo kloek, kloek, kloek. Oké mensen, we gaan nou een kleine game of flip doen met 2 letters en we gaan steen, papier, schaar, wie mag beginnen? Steen, papier, schaar. Alweer. Nou, mensen, ik had dus de eerste truc die was fout gegaan. Daar waren dus nog vergeten om te vertellen dat mijn eerste truc die ging dus fout. Niet Luc? Ja. Dus daarom is Luc nou als eerste met de truc. Ik ga een halve full naar een backflip doen. Ja. Oké, okay, heel easy. Let's go. Mensen, Daan gaat nu mijn trick doen. De halve full naar een backflip. Ah, je hebt nog 1 try. Hij heeft nog 1 try. Nee. Oh. En wat betekent dat? Dat betekent 1 letter voor Daan. Hey, Daan, welke trick zit jij? Oké. Okay. Ja, ik doe hem even vol, goed? Ja. Backflip naar je knieën, naar je buik. En dan op het einde moeten we voor staan. Nou, ja? Dus 10 keer backflip naar je knieën, naar je buik en dan een backflip staan. Ja. Ja, nou, succes. Zo hoog zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu backflip landen. Oké, okay, mensen, als Luc het nou niet lukt vanwege zijn rug, dan doet hij een andere keer. Ja, dan doet hij een andere keer. Ja. Maar dan heb ik gewoon een schuif. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat telt. Ja. Ja, ik neem de laatste, ik ga er niet meer op. Ik heb weinig Luc een keer strak gegeven. Dat is echt een hele domme trick. Oké, okay, mijn trick wordt... Je springt op je buik, dan doe je dit. Nog een keer, naar Cody. Oké. Okay. Ik zei dat je het moeilijk ging doen. Zeg niks. Oeh, 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 oeh. Eigenlijk net, hè. Daan, succes. Wat betekent dat? Dat ik dead ben. Ik heb mensen... En dat ik heb gewonnen. Yes. Oké okay, mensen, ik heb 2 strikes. We gaan even nog eens anders verzinnen wat we nog gaan doen. Yo mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En dan zien we jullie later. Hoi, doei. Oké. Okay.